In het Mouw in Oudenaarde zitten ze in volle voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling. Beestig zet de spotlight op dieren in de wandtapijtkunst. Want er komen opvallend veel beestjes voor op wandtapijten uit de jaren 1500 tot 1700. Ja, bijvoorbeeld dit. Hè. Hier zie je ook eigenlijk de mengeling van inlandse dieren, gekende dieren, mythische dieren en exotische dieren. En dat is juist zo leuk, hè? Je hebt de struisvogel, dat is een 16e-eeuws wandtapijt. Dus ja, dat moet, ja, wij zijn dat nu gewoon, hè? Maar dat moet ongelooflijk geweest zijn om te zien. Hè? Zelfs mythische wezens hadden bijna altijd een vaste plek op de wandtapijten. En men geloofde dat het dier echt bestond. En eigenlijk de hoorn die het dier droeg, was afkomstig van de narwal. Hè? De tand die je eigenlijk nog altijd kunt bewonderen hier in de Wonderkamer of het rariteitenkabinet. Het rariteitenkabinet toont alle exotische vondsten uit die tijd. Maar ook dieren kwamen af en toe mee van verre reizen. En die moesten dan natuurlijk verwerkt worden in de wandtapijten. Vanuit Indië wordt een neushoorn geschonken aan de koning van Portugal. Dus het dier komt per schip aan in Lissabon. En de koning van Portugal had al een olifant. En hij heeft dus een spektakel gehouden tussen de neushoorn en de olifant. En de legende deed de ronde dat de olifant zodanig opgeschrikt was door de neushoorn en ook de menigte het op een lopen zette. Dat verhaal bereikte Duitsland, waar het in 1515 kunstenaar Dürer inspireerde. De neushoorn ziet er een beetje gek uit, want Dürer kende het dier alleen maar van de verhalen. Dus hier zie je duidelijk dat Dürer het beest nooit gezien heeft, hè? Want de neushoorn heeft ook een hoorn, heeft eigenlijk een soort van harnas aan en er staan ook wel wat horens te veel op. Hè? Vandaar dat je duidelijk aanvoelt dat hij zich gebaseerd heeft op dat befaamde verhaal van de aankomst van de neushoorn in Lissabon. Oudenaarde is de stad van de wandtapijten en daar pakken ze hier natuurlijk graag mee uit. En deze keer moeten de beestige wandtapijten vooral een breed publiek aanspreken. Je moet weten dat op een bepaald moment, dus rond de jaren 1600, meer dan de helft van de bevolking van Oudenaarde leefde van de wandtapijtindustrie. En dit is een kwaliteitsproduct, behoort tot de top van de kwaliteit van wandtapijten in Vlaanderen. En was een echt exportproduct. Ik vond dit een goede keuze om het thema dieren naar voren te brengen. Om ook te tonen aan het breed publiek. Want dat is de bedoeling van deze tentoonstelling ook. Van onze wandtapijtindustrie eigenlijk binnen het bereik van een zeer breed publiek te brengen. Beestig opent op 22 april de deuren en loopt tot eind september in het Mouw in Oudenaarde.